table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with you. Vandaag heb ik weer een nieuwe video en in deze video laat ik mijn 5 budget make-up aanraders zien. Ik heb dit wel eens gedaan, maar dan was het de video 10 make-up aanraders onder de 10 euro. Maar nu heb ik het gewoon onder de 15 euro. Dus 5 producten onder de 15 euro, zeg maar. En ik laat gewoon 5 aanraders zien. Want ik laat gewoon al heel veel dingen zien. Gewoon in een favoriete video of zo. Dus daarom niet alles in die video. Anders moet je die video gaan kijken. Want dat is eigenlijk ook gewoon allemaal budget make-up en zo. Dus laten wij gewoon snel beginnen met de video. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En laten we snel beginnen. Als laatste, ben jij dus nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan het hier beneden. En ik ga maar snel het allereerste product. En dat is namelijk deze van Sleek. En dat is een make-up highlighting solstice palette. Deze is namelijk 13 euro of 12 euro zoiets. Ik vind hem best wel goedkoop eigenlijk voor 4 highlighters. Omdat het zijn gewoon echt prachtige highlighters. En zijn ook super gepigmenteerd. Ik heb hem nou ook op. En dus dat. En ze werken gewoon super goed. Ik gebruik deze allemaal, alle 4 eigenlijk. Ik doe alle 3. En deze alleen niet zo heel veel eigenlijk. Ik heb deze alleen nog maar 1 keer gebruikt. Dus heel weinig. Ik moet hem meer gaan gebruiken, deze. De crème product. Maar het is ook heel fijn. Dus deze. Dan dus voor het cream contouren heb ik dus een nieuwe stick. En dat is namelijk deze van Catrice. Dit is de Prime and Fine Contouring Duo Stick. En dit merk is weer echt super goedkoop. Deze dus. En ik gebruik alleen deze kant altijd. En vandaag dus niet gebruikt. Omdat ik had een beetje haast. En ik dacht zo van ik doe alleen poeder. En ik vind het echt een super mooi effect geven. Gewoon op je huid. Dus dit is ook een aanrader. Dus deze. En deze is volgens mij onder de 4 euro zoiets. Of eigenlijk onder de 5 euro. Dus ook super lekker goedkoop. Lekker Nederlands. Maar goed, dat dus. En dan dus het volgende product. En dat is namelijk een primer. En deze is van Catrice. Dit is de Prime and Fine Nude Glow Primer. Deze primer is ook weer super goedkoop. Want Catrice is echt gewoon een heel erg betaalbaar merk. En ook Essence natuurlijk. En ook, ik laat echt alles bijna zien van Catrice en Essence. Maar goed, dat maakt niet uit. Want ik vind persoonlijk dat Essence en Catrice de beste betaalbare make-up hebben. Maar van palettes vind ik persoonlijk Mua gewoon echt super goed betaalbaar. Onder de 10 euro is dat echt gewoon heel erg mooi en fijn. Maar deze is. En dit is echt super goedkoop. En echt, oh mijn god. Deze is. Dus deze. En deze van Catrice. Ik heb het al heel vaak gezegd. Dan dus een bronzer. En dat is namelijk deze van Essence. En dit is de Sun Club Matte Bronzing Powder Lighter Skin. Hij ziet er best wel warm uit. En ik breng deze gewoon heel lichtjes aan. Gewoon twee keer in de pen gaan. En dan aftekenen en dan aanbrengen. Ik vind dat persoonlijk echt super mooi bij mij staan. Want ik vind dat mijn huid altijd best wel wit is. Lijkt altijd. En met dit is het toch wel ietsjes gezonder en zo. Dan ziet het er wel wat gezonder uit. Dat is. Dus deze. En deze ook echt weer super, super goedkoop. En dat is namelijk deze volgens mij 3 euro of 4 euro iets in die richting. Dus ook weer super goedkoop. Dus deze bronzer van Essence. Goed, en dan dus een oogschaduw palet. En dat is namelijk deze van Mua. En deze raadt iedereen al. Want ik ben hier echt helemaal verliefd op. Want dit is echt een heel fijn palet. Deze is. En dit is de Fair Fiction Mua. En ik vind deze heel erg fijn. En ze zijn super gepigmenteerd. Ik wil nog steeds een video maken. Hoe je dus hier echt een super mooi look met me kan maken. Want ik denk dat er mensen zijn die denken van wat is het voor palet en wat kan je mee en zo. Dus laat weten hieronder als je daar dus een video van wilt zien. Ik ga dat wel pas doen als ik een nieuwe camera heb. Omdat ik ben dus aan het sparen voor een nieuwe camera. En dan wil ik ook gewoon wat meer in de make-up looks gaan en zo. En echt gewoon veel meer in dat soort dingen gaan. Want ik vind het wel leuk om gewoon een soort van tutorials online te zetten op YouTube. Dus laat weten hieronder. Dan het allerlaatste product en dat is namelijk de setting spray. En deze is van Essence en dit is de Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. En die is bij mij echt bijna op. Ik ga misschien die van MAC halen, maar deze vind ik ook echt heel erg fijn. Alleen wat ik echt minder vind is de geur als je me dus hebt gesprayed. Ik zal het even sprayen. Er zit nog heel weinig in hoor, maar ik ga het gewoon even sprayen en dan ga ik het gewoon zeggen.
Maar de geur is gewoon best wel, ja, gewoon heel erg, ja, gewoon heel raar. Dus dat vind ik wel een nadeel, maar ik vind hem echt wel super fijn. En mijn make-up blijft ook langer zitten. Deze is volgens mij 3 euro, dus ook echt super goedkoop voor een fixing spray. Want ik ga deze wel weer opnieuw kopen, denk ik. Want ik vind deze wel echt super fijn. Dus deze ook weer in een video, dus ja. En dan was dit mijn 5 make-up aanbevelingen voor deze keer. Ik wil het misschien elke maand gaan doen, maar ik kan dit nu niet elke maand gaan doen. Want ik ben nu dus aan het sparen voor een camera. En dan kan ik dit nu dus niet. Ik kan dan niet nieuwe make-up gaan kopen, want ik moet sparen voor een nieuwe camera voor mijn YouTube mensen. Ik doe voor mijn kijkers eigenlijk, want ik, ja, en ik wil ook gewoon wat anders doen op YouTube dan alleen maar dit doen. Maar in ieder geval dus dat. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video op een woensdag en zaterdag weer met een nieuwe video. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan het hier beneden op het rode abonneerknopje hieronder. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video. Dus tot snel weer dus. Doei doei!